De veiligheidssituatie in het dorp Piking Saron te Para is voorlopig niet gegarandeerd. Dit zegt kapitein Earl Papotto in gesprek met onze nieuwsdienst. De schoolbus van het dorp is vanochtend in brand gestoken. Hoewel de daders nog niet zijn geïdentificeerd door de politie, meent Papotto dat deze daad door tegenstanders van het dorpsbestuur is gepleegd. Gisteren heeft de belangengroep van het dorp uit ontevredenheid de weg naar Apura gebarricadeerd. Door tussenkomst van de politie is de barricade na enkele uren opgeheven. Daarbij is een van de actievoerders hardhandig aangepakt en afgevoerd. Het dorpshoofd zegt dat de gemoederen ernstig verhit zijn door de aanhouding van de protesteerder. Hij is daarom in nauw overleg met de districtscommissaris van Para en de politie. Alexander taki tanganu ete pu wane ete a familie fu ama sasroto a omuf ni sasroto den boy fu en emeke omeri gier da pe nou nou de pe a wans de boy kon klap abigi basha en an sifte du des a familie ogo uktu na school to pos u dua formule an sifte wanta du telefonis padar okina de masa de baka Akrufu Karel e de Rigierto. Omdat mi alte mi tijdens zo'n de sapsa du be bar de man tak unom tapapati. Ma tok baka dat i de man hoora aksi. En be takang a DC. Post de man go verweider da barricade fu be mek desma fu ador pusano de mi ina aksi tanfara fa aksi. Kapitein Papotto benadrukt dat hij er alles aan doet om de daders op te pakken. En daarna zou hij samen met de districtscommissaris de orde in het dorp herstellen. A plan sami abi fu charades ko na charades ko mek de man tek de man sang du de feite fu de man fu adorpu mek adorpu onza solanga de man da de da petangano asani a problemo de. U hoorde kapitein Earl Papotto van het dorp Piking Saron in een telefonisch interview met onze nieuwsdienst. Wij spraken hem over de onveilige situatie in het dorp. Het dorpshoofd wil binnen niet al te lange tijd de rust doen wederkeren in het gebied.